Grab Melt, dat is een nieuw concept dat wij hebben bedacht en naar Nederland hebben gehaald. En het is eigenlijk Tosti 2.0. We liepen eigenlijk tijdens een horeca-evenement met elkaar te bomen. En toen zeiden we, ja, wat missen we nog? En ja, wij kwamen eigenlijk op de Tosti. Ja, daar gebeurt niet zoveel mee, vonden wij. Ja, als we dat vinden, moeten we er wat mee gaan doen. Daar zijn we met elkaar over gaan zitten. We zijn goed gaan kijken om ons heen wat er allemaal is in de wereld. En zijn uiteindelijk gekomen tot deze formule. Wij hebben de Tosti opnieuw uitgevonden met allerlei mooie toppings en fantastisch zuurdesembrood. In een blik gebakken een keer. Hè? Dat is eigenlijk voor mij eigenlijk niet zo voor de hand liggend. Het liefst bak ik dezenbrood op de vloer, op de stenen vloer. En toch hebben wij gekozen om toch de blik te kiezen. We hebben verschillende toppings, verschillende smaken. En het leuke is dat we dat ook blijven ontwikkelen. We hebben wat we nu hebben staan, hebben wij met elkaar geselecteerd en geproefd. Maar we gaan met onze gasten, online en offline, gaan we op zoek naar nieuwe combinaties. Dus aan alle mooie dingen gedacht, nou ook een keer aan mooi brood gedacht. Hè? Dan in plaats van, oh, we gaan een tosti maken en daar moeten we ook brood voor hebben. Het is nu ook echt brood ontwikkeld speciaal voor deze winkel en dat is eigenlijk wel heel gaaf. Nou, je ziet natuurlijk ook in Nederland, wat in Amerika al heel lang is dat de ontbijtcultuur zich ontwikkelt. En de out-of-home cultuur zich ook steeds verder ontwikkelt. En voor de lunch hebben we de melts. Dat snapt iedereen wel. Maar nu moeten we de mensen toch duidelijk maken dat ze in de ochtend ook gewoon een melt kunnen nemen. En als jij 's morgens wakker wordt en je denkt, ik neem een lekker broodje. Thuis op zaterdagochtend neem je ook vaak een tosti. Wordt heel vaak gedaan door gezinnen. Zaterdagochtend is tosti-ochtend. Maar dat kun je ook onderweg doen. Dat kun je ook hier doen. Dat kun je ook na je werk doen. Dus wij hebben gezegd voor de ochtenden. Nou, dat kan prima. We hebben ook de wafels erbij en we zijn straks met nog wat andere producten bezig voor de ontbijtjes. En voor de avonden, als je gaat winkelen of werken, even een melt voordat je 's avonds echt gaat eten. Of een melt met een soep en een salade erbij. Ja, je hebt gewoon een hele maaltijd. Onerbiedig gezegd een tosti, maar ze maken er echt gewoon een hele lekkere gram melt van. Dat is echt top. Met goede ham, goede kaas, mooi brood. En niet geen transportmiddel meer om maar gewoon even naar je mond toe te bewegen. Maar bewust zijn van puur brood gebruiken.